Yo, jij daar! Volg jij mij al op Twitter? Er staat een linkje in de beschrijving. Yo, Vacogamers, Lars hier! En welkom bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival, hier op Vacogames. En jongens, ik heb vandaag aan het begin van deze gloednieuwe Minecraft Survival Week, ik heb een klein beetje een baaldag. En voor de mensen die langer naar Minecraft Survival kijken, die weten waarschijnlijk ondertussen wel wat er dan weer gebeurd is. Het is weer eens een keertje zover, ik ben al mijn items kwijt hier in Minecraft. En hoe komt dat? Blijkbaar komt dat omdat ik regelmatig tussen verschillende versies van Minecraft moet switchen. Bijvoorbeeld als we de prison moeten gaan opnemen, dan moet ik op Minecraft 1.7.2 zitten. Als ik Minecraft Survival wil opnemen, moet ik op 1.8.8 zitten. En Minecraft snapt dat niet meer. En dan denken ze van, moet ik nou 1.7.2 of 1.8.8? Ik snap het niet meer. Ik ga gewoon alles weggooien. Dat is wat Minecraft denkt. Ik vind dat persoonlijk heel erg dom gedacht van Minecraft. Maar ja, ik ben Minecraft natuurlijk niet, dus wat heb ik erover te zeggen? Komt er in feite op neer. Ik ben al mijn spulletjes weer eens kwijt. Al mijn kisten zijn leeg. Mijn complete inventory van spulletjes die ik had hier in mijn mooie opslagruimte, die we met elkaar in 3 weken tijd hebben opgebouwd. Alles leeg. Deze, mijn dirtkist, gone. Deze kobbelclub stone ding, weg. Deze dure chisel, leeg. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een klein beetje teruggekeken naar mijn oude video's, wat ik ongeveer een beetje had. Ik heb in mijn inventory nu een paar dingetjes waarvan ik denk van nou, dat had ik ongeveer wel een beetje. Ik heb expres niet meer gepakt dan dat, anders wordt iedereen weer chagrijnig op mij. Maar dit is dus wat ik nu ongeveer heb. Ik heb een diamond pickaxe, ik heb 16 van die oakboompjes, ik heb 3 stacks steen, 3 diamonds die ik toevallig nog over had, een iron axe, nog wat ijzer wat ik absoluut had. Ik had best wel veel ijzer. Ik heb wat kool. En that's it. Ik heb geen dirt meer, ik heb geen gravel meer, ik heb geen wol meer, ik heb geen hout meer. Ik heb helemaal niks. Gaat lekker, Vaco. Gaat echt helemaal tof. Dus we moeten eigenlijk gewoon vanaf het begin van deze 4e Minecraft week, moeten we eigenlijk weer helemaal overnieuw beginnen. Daar komt het een feitje een beetje op neer. Wat ik wil gaan doen, is ik ga gewoon lekker doorzetten, want ik ben absoluut geen opgever. Als jullie in de tussentijd even een like op deze video knallen, heb ik in ieder geval nog iets positiefs vandaag. Ik ga slapen. En dan gaan we morgen aan de slag met de farm. Oftewel nu, want het is nu morgen. Let's go en bouw die farm, want dat moet nou echt ondertussen eens een keertje gebeuren. Gelukkig hebben we die al een heel stuk gebouwd, dan hoeven we dat niet allemaal nog een keer te doen. Stel je voor dat ik al dat gravel opnieuw zou moeten zoeken. Nou moet ik sowieso opnieuw gravel zoeken, maar ik heb in mijn hoofd zitten dat de gravel sowieso al op was. Dit was allemaal de laatste gravel die ik had. Dus dan kunnen we dit mooi gebruiken. Hier moeten ook allemaal de fakkeltjes op komen te staan, bedenk ik me nu. Misschien is dat wel een leuk idee om eventjes te doen, want anders gaat het weer despawnen, of dan spawnen het allemaal weer rare beesten. En mensen zeiden dat mijn Minecraft op easy stond, of op peaceful. Staat hij niet, staat gewoon op easy. Dus waarom al die beesten nou niet spawnen? Ik zie geen konijnen, ik zie geen schapen, ik zie geen beesten, ik zie helemaal niks. Ik zie ook geen rare zombie dingen. Er spawnt gewoon niks in deze wereld. Dat is echt bizar. We zijn natuurlijk een tijdje geleden onderweg geweest naar schapen. Hebben we proberen te vinden. Nou, die konden we ook de eerste 26 dagen niet vinden. Dus volgens mij is er gewoon iets met deze Minecraft wereld aan de hand. Deze Minecraft wereld mag mij niet. Dat vind ik een beetje jammer van die Minecraft-wereld, maar ja, so be it. En we doen het er maar mee, toch? Ik bedoel, wat kan ik er anders tegen doen? Ik kan wel heel chagrijnig op die wereld gaan worden. Maar dan schieten we uiteindelijk helemaal niks meer op. Ik denk dat we gewoon positief moeten blijven. En misschien dat deze wereld ons dan vanzelf aardig gaat vinden. Misschien dat we dat maar moeten doen. Holy spettenpoep, kijk eens met de grote boomgie. Oh, wacht, die had ik al neergezet natuurlijk. Nou ja, er zijn die 16 saplings. Dat is een bonus voor mij. Hoor eens eventjes, dit vind ik niet kunnen. Had ik ze toch al neergezet. Oké, nou dat wist ik niet. Nou, heb ik gewoon een beetje extra. Omdat ik al mijn spulletjes kwijt ben, mag ik best wel 16 van die extra saplings hebben hoor. Kom op, hou het leuk. Deze boompjes zijn ook voor mij. Hupsakee, die hebben we weer nodig om hekjes mee te... Nee, die hebben we niet nodig om hekjes mee te bouwen. We hebben die donkere dingen nodig om hekjes mee te bouwen. Fijn. Wat we dan wel met deze kunnen doen, is natuurlijk eventjes wat fakkeltjes maken. Dat kunnen we dan wel weer doen. Zo. 44, dat is vast wel voldoende. Deze hier bovenop. Die daar bovenop. Nou, daar gaat allemaal kool weer. Goed bezig, Vaco. Hij gaat lekker. Oh, hi! Kom je eindelijk eens een keertje... Je ziet wel. Spawnt eindelijk eens een keer wat. Is het een brandende zombie? Het zit mij ook nooit eens een keertje mee, hè. We gaan eens even kijken hoe we dit precies uit moeten vogelen. Eén... Laten we er 2 tussen doen. Is dat mooi? Denk het wel. 2 ertussen. Zo, en dan hier ook. Zo. Is dat goed? Ik vind hem wel. Dan kunnen we dat in ieder geval een beetje verlichten. Dan spant daar geen rare beesten die mij ook nog eens kunnen opblazen en al mijn spullen kwijtmaken. Dat zou heel erg zijn als er nou rare beesten spannen die mij mijn spulletjes kwijt laten raken. Hier dan. 1, 2, 3. Nou, vrij 3 in het hoekje. Kunnen ze namelijk hier weer gelijk lopen. Vind ik ook wel wat hebben. Hier dan en dan daar. Zie je? Lopen ze weer gelijk. Is dat mooi of is dat mooi? Ik vind dat zelfs schitterend.
Schitterend, schitterend. Nee, dat is niet schitterend. Jij moet daar. En dan moet jij... Daar. Nee! Niet daar. Daar. Gaat het nog goed? Ja. Dat ik niet zo meteen in één keer alles weer overnieuw kan gaan lopen doen. Ik ken mezelf een beetje. Ik weet wel ondertussen hoe dat... Nee! Daar. Ja. En dan daar. Nee! Gaat het goed? Nee! Ja, zo daar. Dat is zo moeilijk. Jongen. Daar eentje. Daar... Ja, daar eentje. 1, 2, 3 op het hoekje. Daar eentje. Dan pakken we deze kant eventjes snel. 1. Dit is niet zo moeilijk. Dan moeten ze er gewoon recht tegenover. En nog krijg ik het voor elkaar om een scheef neer te zetten. Wat is er met mij aan de hand vandaag? Ik heb een Nee! Ik heb een baalmaandag. Verschrikkelijk. Kom op. Die gaat daar. Die gaat daar. Ik ga gewoon heel langzaam lopen. Dan kan het niet fout gaan. Hé, slim. Slimme move, Vaco. Slim bezig. Die daar. Die daar. En jij, gaan we daar dan. Voor de verandering. Kijk eens eventjes. Is dat mooi of is dat mooi? Als het nou hierdoor zo meteen donker wordt, dan kan ik eens even kijken of dat het ook echt daadwerkelijk mooi is. Het moet wel mooi eruit zien, anders vind ik het niet mooi. Die daar. Nou, doe ik het maar even zo. Kan ik het zo doen? Nee, maar dat vind ik... Dan staat hij niet in het midden. Dat is niet tof. Hij moet wel in het midden staan. Nou, dan maar zo hoor. Dan slaapt mijn OCD maar niet vannacht. Zo. En dan daar. Kijk, dat komt precies maar uit op de punt. Hey, oh. Vakkertjes op. Daar één. Nou, hier. Ik vind het helemaal goed. Wat gaan we dan vervolgens doen? Vervolgens gaan we die hekken neerplempen. Als ik eerst eventjes die sip... Oh, mijn eten, dat heb ik dan natuurlijk niet meer. Oh. Heb ik ook echt niks met de kaan. Ik had een heleboel eten. Dan heb ik helemaal zombievlees. Dat is ook niks. Binnenkort maar eens eventjes op varkensjacht. Er wonen een paar varkens aan de andere kant van deze berg. Laten we eens even kijken of we die te pakken kunnen krijgen. Misschien dat die varkens ons dan wel iets te eten willen geven. Want ik moet toch iets eten. Dan maar varkenslapjes in plaats van appeltjes of iets. Ik vind het prima als het maar iets te eten is. Eerst even een oventje bouwen. Zit het er 8? Dat zijn er zelfs 10. Hops, kidee. Dan gaan we aan de andere kant gaan we eventjes een paar varkens de hersens in meppen. Want ik heb honger. En als ik honger heb, dan map ik altijd varkentjes de hersens in. Zo werkt dat. Kom hier, varkentjes. Ik weet toch 100% daar. Jullie staan ook echt lekker op de goede plek. Ik dacht eventjes dat er helemaal niks gespawnd was. Zou me ook niks verbazen trouwens hoor, als er niks gespawnd was. Dat zou echt typisch mijn geluk zijn. Waarom staan jullie nou... Oh, hi. You are gonna die, bitch. Waarom staan jullie nou allemaal daar? Oh, jullie willen allemaal achter die kip aan. Oh ja, maar dat snap ik wel. Jullie willen allemaal kip zijn. Aha. Nou, ik zal je eventjes uit je teleurstelling helpen. Jullie zijn mijn avondeten. Hey, ijzer. Oh, dat heb ik al zat. Jullie zijn mijn avondeten en geen kippen. Of jullie dat nou willen of niet. You are going in mijn maag. Hop, hop. Hop, hop. Hey, varkentje. Dus dood. Dank u. Hop. Oh, auw. Heb ik hem? Ja, ik heb hem. 8. Oké, het is niet heel veel, maar het is iets. Dus ik ben er happy mee. We gaan gewoon weer terug. Of tenminste terug kunnen komen. Hop, ziek idee. Wauw, zo'n mooie god. Even onthouden dat die god er zit, jongens. En ook even onthouden dat ik na elke opnamesessie van Minecraft Survival een backup van mijn bestanden maak. Dat moet ik echt gaan doen. Ik heb namelijk helemaal in het begin van deze Minecraft-serie... heb ik dat gedaan. Ik ben helemaal aan het begin... ben ik constant een backup wezen maken. Als ik klaar was met opnemen, dan maakte ik meteen een backup. Zodat ik al mijn bestanden altijd nog had. De afgelopen 3 dagen heb ik dat niet meer gedaan. Super stom, want ik was te lui. Ik dacht van, nou, het zal allemaal wel goed gaan. Het ging ook de hele tijd goed. En nou in één keer niet meer. Zo dom, zo vervelend, zo Nou ja, vooruit. We doen het er maar mee, so be it. En het is helaas niet anders. We doen het er maar mee. Zo, deze gaat eventjes daar. Die gaat daarin. Die gaat... daarin. Bakken, bitch. Dan gaan wij in de tussentijd... laten we wij die bomen in de tussentijd dan omhakken. Een van die grote donkere bomen. Want dan kunnen we tenminste weer hekjes neerzetten. Anders kan dat niet. Dan worden die hekjes chagrijnig gepond. Dan zeggen ze van... Hey man, we waren eerst een andere kleur. Dan worden die hekjes weer boos. Want racisme. En dat kan niet. Dat mag niet. Dat is verboden. Of zo. Hupsakee. Zo, deze boompjes zijn van mij. Of die boompjes dat nou willen of niet. Ik vind het wel positief van deze bomen... dat ze niet al te veel takken hebben. Deze bomen zijn gewoon grote, massieve blokken hout. Wat heel fijn is. Want die grote
lichte bomen, weet je, die normale standaard oakwoodbomen, die hebben altijd takken helemaal diep de bladeren in. Dan moet je altijd maar zoeken en hopen dat je het laatste blokje hout gevonden hebt. Bij deze is dat niet zo. Want ik weet nu 100% zeker dat dit gewoon al het hout is wat er in deze boom zit. Ben ik 100% zeker. Let maar op. Zij zien dat het niet zo is. Ja, zie je wel, hij despawnt. Oké, top. Deze gaan we even doen. Saplings, graag. Minimaal 4, anders word ik heel chagrijnig. Dan is namelijk weer een boom weg. Ik wil gewoon 4 saplings en dan kunnen we die weer terugzetten. Ja, ik heb natuurlijk wel saplings, maar niet de goede. Deze wil ik eigenlijk even bewaren voor een andere plek. Zodat we ook op een andere plek dark oakwood bomen neer kunnen zetten. Vind ik namelijk wel mooi. Deze doen we hier. Hier maken we stokjes van. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Nee, niet fence gates. Nee, ik wil geen hekjes. Ik wil... Ja, ik wil wel hekjes, maar geen hekjes. Ik wil gewoon deze. Kan dat ook? Gewoon normale hekken. Dank je. Dark Oakwood fences. Die zocht ik. Helemaal mooi. Deze zetten we gauw neer. Auw. Ja, ik genees nou ook niet meer natuurlijk. Ik heb genoeg geen eten meer. Deze moeten we even goed afzetten. 1, 2, 3, 4. Ik weet nog steeds niet precies wat voor farm dit moet gaan worden. Dat mogen jullie bepalen voor mij. Ik stem voor een gewone normale standaard allround wheat farm. Stem ik voor. Dat vind ik eigenlijk wel het makkelijkst. En dat kan ik ook wel het beste gebruiken eigenlijk. Dat vind ik wel het mooiste. Deze moet even moven. Had ik nou maar een schep gebouwd? Maar dat heb ik niet. Dus dat moeten we zo maar even doen. En eer dat ik helemaal terug ben en een schep gebouwd heb, dan had ik dit al langer bij het weg kunnen halen. Dus doe ik het maar even zo. Zo, zo, zo. Deze helemaal mooi hier. Pom, 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 pom. Ja, keurig. Deze ook. Even moven. Ik ga toch eventjes een dingetje maken, een schep. Want dit vind ik echt te lang duren. Hapsik idee. Wo gibt es hier een schep? Darf ik hier een schep maken? Ja, dat mag ik hier. Zo, zo. 1, 2. IJzeren schep. Goed genoeg. Leroy Jenkins. Oh, wacht. Laten we eerst even wat eten trouwens. Zou we toch hier zijn? Eten! Ik heb honger. Auw, zie je wel. Ik zei toch, ik heb honger. En best wel veel ook eigenlijk. Zo. Zou ook wel leuk zijn als je dorst zou krijgen in Minecraft. Is natuurlijk wel zwaar irritant als het gebeurt, maar het zou wel net eventjes wat meer realiteit zijn. Dat je moet eten, waarom moet je dan niet drinken? Vind ik een beetje vreemd. Kijk, in mijn topia moet je nog drinken ook, anders raak je uit vorm. Hap, 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 maar dat komt omdat we het er zelf in gemold hebben. Dat zit niet oorspronkelijk in Minecraft. Waar is mijn ding? Daar. Deze weg. Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, oh, daar zit hier aan vast. Kijk, dit vind ik niet mooi. Dat het hier aan vast zit. Dat vind ik nooit wat hebben. Daarom maak ik hem ook helemaal los zo. Zo. Is die mooi? Of is die mooi? Ik vind het helemaal mooi. Alleen dan moeten we hier aan deze kant nog even beslissen wat we willen. Dit moet sowieso weg. Want hier moet allemaal grasland komen. Om plantjes op neer te zetten. Zo. Deze ook weg. Ja, eigenlijk moet deze hele freaking berg weg. Maar ja, dat is veel te veel werk. Ja. En nu. Fakkeltjes, denk ik. Ik denk dat dat het handigst is. 1, 2. Gewoon om en om. Lijkt me het handigst. Daai! Stomme freaking dingetjes. Daai! Ga er nog gewoon op. Het is niet zo moeilijk. Daar en daar en daar en daar en daar. Ja, keurig. Oh, weet je wat we doen? Lopen we gewoon zo terug. Als een kunstenaar op het touw. Maar dan anders. Zo. Ba-bam, ba-bam, ba-ba-ba. Zie je, we komen wel ergens. Ik vind dat we best wat vorderingen gemaakt hebben vandaag. We hebben overal fakkeltjes neergezet. We hebben de farm uitgebreid. We hebben lopen zeuren op Minecraft. Nou, wat willen mensen nog meer? Volgens mij is dat de ideale Minecraft Survival aflevering. Is die mooi of is die mooi? Oh, oh, oh. Daar, 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 daar. Nee! Niet daar, daar. Zo. Is die mooi of is die mooi? Weet ik me... Hey buddy! Wat ga jij doen? Ga je hier naartoe komen? Oh shit, hij weet nog een weg te vinden ook. Kom dan hier, bitch. Ik sta klaar met mijn pickaxe. Kom maar. Hoi! Wat ben jij slim, joh? Een slimme zombie. Wauw. Ik denk, die gaat hier een beetje staan. Maar nee hoor, hij weet wel weer een weg te vinden. Nou, weten we dat ook weer? Dan moet dit dus... Weet je wat we doen? Ha! Succes, zombie, om daar nog te boven te komen. Oh, dan kan ik natuurlijk gewoon via deze kant. Nou. Succes, zombie. Ik zou zeggen, loop een heel stuk om. Maak je mij heel happy mee. Oh, kijk, er spawnen dus wel allerlei rare beesten hier.
zie je wel, I knew it. En mensen maar roepen van, hun er spaart niks. Nou, er spaart een heleboel. Alleen niet op de punten dat ik het wil hebben. Dat is nou echt typisch mijn geluk. Typisch mijn Minecraft trouwens. Ook altijd als ik dingen nodig heb. Zoals net bijvoorbeeld met die varkens. Ik zou toch zweren dat die hele kant aan de andere kant vol zat met varkens. Maar nee hoor. Dat is allemaal veel te veel gevraagd natuurlijk. Behalve als ze allemaal spulletjes moeten verdwijnen. Ja, dan is Minecraft er in één keer als de kippen bij. See what I did there. Dan weet in Minecraft in één keer wat er moet gebeuren, hè? Ik vind dat flauw, ik vind dat oneerlijk, ik vind dat helemaal niet lief van Minecraft. Vaco gamers, wat ik wel heel lief zou vinden, dat is natuurlijk als jullie eventjes een like op deze video zouden doen. Als je dat nog niet gedaan hebt uiteraard, gaat hartstikke lekker met Minecraft. De afleveringen halen gemiddeld zo'n 1000 likes. Ben ik heel tevreden mee. Laten we dat vandaag ook lekker weer doen. En dan zie ik jullie natuurlijk morgen weer terug om 3 uur bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Vaco Games. En dan gaan we lekker verder bouwen met de weinige dingen die we hebben. Mazzel!